We zitten hier naast Frans Dame, de eigenaar van de Brabander in La Carriuela Les Tormolinos. Zeg ik dat goed, Frans? Dat zeg ik helemaal goed, Hans. Het lijkt net alsof je al jaren woont. Is dat nou een wijk dan van Tormolinos, of hoe moet ik dat zien? Het is een oud vissersdorp, wat geannexeerd is door de gemeente Tormolinos. En dat hebben ze zeg maar erbij getrokken. Ze hebben de rots aan die kant hebben ze opengemaakt. En de mensen hebben hier zeg maar toegang tot gekregen. Ja, en dat is nu een Nederlands dorp geworden. En het is bijna mini-Nederland. Dus erg gezellig. Interessant, want dan kom je hier in een café. Je ziet het allemaal op social media voorbij komen. De Brabander, ambiance. Waar anders. Bij Frans Dame. Maar je bent een echte Brabander. Hoe kom je dan hier vanzelf de Tormolinos en... Hoe heette het van tevoren? Van tevoren heette het de Flying Dutchman. Was heel beroemd hier in Carriuela. Er zaten mensen echt op deze muur waar wij nu zitten te wachten om binnen te komen. En hoe komt die verzeld? Ja, mijn droom was altijd om in een warm land met zeezicht aan het strand een café of een restaurant te beginnen. Nou, het is nu een café geworden. Doe ook eten. Ja, we doen ook eten, maar we zeggen altijd tegen de mensen, wij zijn een café met eten en we zijn geen restaurant met bier. Dus we proberen wel het café gevoel erin te houden. Dus niet te ingewikkeld eten, gewoon een goede hap eten voor weinig geld. Maar toch, het feesten moet toch wel op nummer 1 blijven. Moet ik altijd wel maar lachen, Frans, want dan denk ik bij mezelf, een man die vroeger in keukens zat, die heeft nu een keuken in een café. Ja, dat klopt, ja. Ik verkoop ze liever als dat ik erin sta, want ik ben niet zo'n kok. Alhoewel, de anekdote is dat ik wel door een kok hier vanzelf ben geraakt. Omdat wij zaten thuis, mijn vriendin Alina en ik, wij zaten naar een programma te gaan van Gordon Ramsay. En die was in Nerga aan het opnemen bij twee Engelse jongens. Die jongens lagen heel de dag op strand. En dan zei ik tegen haar, nou, zou ik ook wel willen. Ze zei ik, nou ik ook. Nou, van daaruit, uit die gedachte ben ik gaan zoeken. En zo ben ik eigenlijk hier verzeld geraakt. Nou hoor ik op de achtergrond, als Brabander ben je geboren, van DJ Bompa. Ja, ja, ja. Een liedje wat ik heb mede mogen produceren. Ja, top. Jij hebt jaren in blaaskapellen gezeten, ja. Dus dan neem je ook de Brabantse gezelligheid mee naar een warm oord als de Costa del Sol Tormolinos? Ja, je mag je afkomst nooit verloochenen, dus wij blijven Brabander. En ik bedoel... Maar waarom? Ik zie vanavond Poolse mensen binnen, ik zie mensen uit Engeland binnen. Ja, dat klopt. Maar de Polen hebben met Breda, waar ik vandaan kom, ook een klik. Dus dat is logisch. Die komen natuurlijk naar de Brabander. Ja, natuurlijk. Ja, en die Engelsen, ik ben de voetbalfanaat. Ik ben voor onze trots bij Breda NAC. En die lok ik dan weer met het voetballen binnen. Want ja, zo proberen we dat hier allemaal een beetje aan de gang te houden, Hans. Is dat ook je muziekhistorie van de blaaskapellen? Dat je ook zegt, maar ik heb jou 10 jaar overal op zien treden met je kapelletje. Ja, ik... Neem je die historie dan ook weer hiermee naartoe van ik wil live muziek? Ja. Want jij bent een van de enigste die is begonnen met live muziek. Hier. Ik heb zo het idee van dat de mensen op vakantie zijn en ik denk dat muziek een uitlaatklep is. Dus als het gezellig is, de mensen hebben een uitlaatklep, werk heel het jaar en dan komen ze in Spanje en dan willen ze even 2 weken of 3 weken of een week, hoe lang dat ze hier zijn, even alle sores vergeten. En daar is muziek een belangrijke factor bij. En ik hou van gezelligheid, dus vandaar muziek. Deze maand toevallig, we zitten hier in de maand mei, dames en heren, 3 jaar inmiddels? Ja, we zitten hier nu 3 jaar. En het is groeiende, het is altijd heel erg in het begin altijd wennen aan de omgeving. Ja, je moet zelf wennen, het is een ander klimaat, andere mensen. Je moet de taal moet je gaan spreken en dat is heel, in het begin heel apart omdat je gewend bent om in Breda heb je vaste loopjes. Maar ondertussen ben ik aardig gewend en na 3 jaar begint het wel als men thuis te voelen. Ja, dat meen ik wel. Ja. Als ik nou zeg tegen jou Solis en Vivo en FS? En dan zeg ik, Hans praat je moerstaal, want ik versta er geen klap van. Geleef maar één keer. Geleef maar één keer, ja. Frans, dankjewel. Oké, Hans, bedankt.